Kijkers, welkom terug bij het tweede deel van In Gesprek Met. In dit tweede deel hebben wij wel geen gast bij ons, maar wij brengen u het hele suïcidepreventiecongres van 2019 dat gisteren is gehouden in de ballroom van Hotel Torarica. Dit congres is door het Psychiatrisch Centrum Suriname georganiseerd in samenwerking met het Pan American Health Organisatie, de PAHO, en ook het Ministerie van Volksgezondheid. Deze drie belangrijke actoren vinden het heel belangrijk dat het suïcideprobleem van Suriname aangepakt wordt. En ze vonden het ook heel jammer dat Suriname een heel hoog cijfer heeft wanneer het erop aankomt dat er veel zelfmoordgevallen zijn in Suriname. Wij voeren nu terug naar de sprekers. En de sprekers zijn de heer Raj Jagdanand Singh, algemeen directeur van de PCS. De vicepresident, ingenieur Ashwin Adin. Minister van Volksgezondheid, Antoine Elias. En ook de PAHO-vertegenwoordiger in Suriname, de heer Yetadis Djibril. Kijkt u mee naar het congres. PCS wat dat betreft heeft al aardig wat plan om het werk binnen de geestelijke gezondheidszorg ook op een adequate manier kenbaar te maken in de samenleving in de hoop dat een hulpzoekende sneller over de drempel geholpen kan worden om hulp te krijgen. Mijn mensen, dit alles gezegd hebbende en in het bijzonder gelet op de suïcidedata in Suriname kan het thema van vandaag, suïcidepreventie, en hoe gaan wij dit aanpakken getypeerd worden als een hele dringende noodzakelijkheid. De tijd is nu meer dan ooit aangebroken om het eerder genoemde suïcidepreventieplan in concrete, uitvoerbare stappen te gaan omzetten. Het congres van vandaag heeft derhalve mede ten doel om te komen tot duidelijke voorstellen ter realisering van het plan. U bent allen ook uitgenodigd om een deel verantwoordelijkheid op zich te nemen. Wij vanuit PCS wensen te benadrukken dat alleen met teamwork en commitment, zowel vanuit de kant van de stakeholders als van het regeringsbeleid, het suïcidepreventieplan op een succesvolle implementatie mag rekenen. Zoals al opgewezen, zullen na de presentaties deel 2 starten met de werkgroepen. En in het kort zal ik even aangeven waar het over zal gaan. 1. Het vergroten van de toegang tot geestelijke gezondheidszorg voor suïcidale personen. 2. Het beperken van de toegang tot middelen die het risico op suïcide gaan verhogen. Verbeteren van de beeldvorming omtrent suïcide. Het vergroten van de socio-economische en culturele weerbaarheid van kwetsbare groepen. En natuurlijk het versterken van onderzoek. Zonder data, mijn mensen, dat weet je net zo goed, is het heel moeilijk beleid te ontwikkelen. Ten slotte wil ik dank zeggen aan al diegenen die in de voorbije periode hebben meegewerkt aan het preventieplan. Ik dank ook PAHO voor de hele goede samenwerking. Dank het team van PCS voor de organisatie. En de medisch directeur, de heer Dwarkasin, die als trekker van dit project fungeert. Voorts wil ik Stichting J.J. dank zeggen voor hun bijdrage in het gegeven, ten einde professor Van Riemen bij deze te laten participeren en ons te bereiken met zijn kennis. Ik dank nogmaals de regering voor hun belangstelling voor het thema en wens nogmaals te benadrukken. Minister Onderwijs, welkom. En wens nogmaals te benadrukken dat zonder commitment van hen aan dit thema het een hele moeilijke klus zal worden dit te klaren. Ik wens u allen alvast een hele leerrijke en een productieve dag toe. En kijk uit naar de aanbevelingen die aan het einde van de werkgroepen zullen worden gepresenteerd. En let wel, u bent hier allen deelgenoot om het suïcidepreventievraagstuk in leven te houden. It is because of identity. It's because of lack of care. Because of our social services. Because of our health services. It is because of our families. It is because of so many issues. It's because about our teachers. It is about students.
It has so many faces. Suicide, death by suicide, it's not something just hidden from all of us and we just talk about it. It's not number. We're going to talk about this. It is in the workplace, the individual who may cry out for help, but because of our culture, we may not be able to listen. It is about bullying. It's about social media. What makes it social if we are taking somebody's life through that medium? First, family history of suicide, harmful use of alcohol, hopelessness, chronic pain, job, or financial loss. All this contributes to suicide. So we have to work together. We have to collaborate. We have to restrict access to means. Please allow me to just say it for instance. Access to chemicals for some individuals who may take their lives by drinking certain pesticides. We have to restrict the access to everybody. It will be only for the farmer, but not for me to walk and then go buy for a pesticide. There are so many ways we have to improve to reducing access. Introducing mental health and alcohol policies. That's why this workshop is all about. Thanks to PCS, they have taken leadership, then the leadership and the board and others. Thanks for the presence of the Minister of Health to work on this area. Identification and treatment early, training of health workers, follow-up care in the communities is very essential. These are some of the evidence existing for preventing suicide. Mr. Vice President, Mr. Minister, ministers, ladies and gentlemen, we can prevent suicide. We can save lives. Welkom op dit suïcide preventie congres. Gezien de complexiteit van het suïcide vraagstuk, beseft het ministerie van Volksgezondheid meer dan ooit dat het ontwikkelen en uitvoeren van een effectief suïcidebeleid niet eentje is dat het ministerie alleen kan. Het ministerie is daarom heel content met de gesprekken die gevoerd zijn met het PCS om samen de koppen bij elkaar te steken en samen modellen te bedenken om aan dit groeiend probleem een halt toe te roepen of op zijn minst te verminderen. Deze conferentie met alle relevante stakeholders zal samen de knelpunten identificeren om te komen tot een uitvoerbaar en werkbaar actieplan, waar ieders rol duidelijk zal zijn. Er is reeds een Nationaal Suïcide Preventie en Interventieplan 2016-2020 dat verder als basis zal dienen voor deze conferentie en ter ontwikkeling van een werkplan voor de periode 2020-2024. Ik zal niet gedetailleerd uitweiden over cijfers die helaas alarmerend zijn, zowel wereldwijd als in Suriname. Dat zal in de presentatie zeker aangehaald worden en benadrukt worden. Dr. Jibri heeft dan een voorstel gegeven. Waar we niet aan voorbij willen gaan, is de World Mental Health Day op 10 oktober, waarvan het thema dit jaar is suïcidepreventie. Suïcide wordt gekoppeld aan geestelijke gezondheid, zoals depressie en alcohol en drugsgebruik, etc. etc. Iedereen heeft wel eens te maken met enige vorm van depressie door stress,
financiële problemen, relatieproblemen, noem maar op. Hoe het te herkennen er niet om te gaan, waar en wanneer hulp te zoeken, dat behoeft enorm veel aandacht. Het Mental Health Programma binnen het ministerie heeft in haar planning de trainer. Van die types om zo ook anderen te trainen die snel suïcidegevallen kunnen herkennen om stappen te kunnen ondernemen. Deze gatekeepers zullen landelijk worden ingezet. Onderzoek heeft aangewezen dat ongeveer 20% van de suïcidegevallen wereldwijd komt door inname van pesticiden, waarvan de meeste gevallen in de rurale agrarische gebieden, vooral in laag- en middeninkomenslanden. Er wordt intersectoraal beleid ontwikkeld op het gebied van pesticidengebruik en toegankelijkheid daarvan. Ook andere methoden die gebruikt worden, wapens en medicijnen, hebben de aandacht. Waar ook veel aandacht aan besteed moet worden, is de stigma die geassocieerd wordt met mental disorders. Bewustwordingsprogramma's om de taboe te doorbreken zijn heel belangrijk voor landen om vooruitgang te boeken in het suïcidepreventiebeleid. Daarnaast wordt ook nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van de media in de wijze van berichtgeving. Gedegen en betrouwbare data is ook noodzakelijk om een goede strategie op te bouwen. Op dit stuk wil ik aangeven dat met het Health Service Improvement Project het ministerie in proces is het geïntegreerde informatiesysteem voor gezondheidszorg op te zetten waar verschillende data providers aangesloten zullen worden. Het ministerie zal met al haar ten dienste staande middelen dit werkplan ondersteunen, waar zeker ook een belangrijke rol is weggelegd voor de PAHO. De PAHO zal in de continue samenwerking met het ministerie met technische en financiële middelen inkomen om alvast het vervolgtraject uit te werken. Daarvoor onze dank naar de PAHO, die tevens ook een grote bijdrage heeft geleverd aan deze conferentie. In het jaarplan 2019 en 2020 zijn er financiële middelen opgebracht ter ontwikkeling en ter handnemen van het suïcidebeleid. Ter afsluiting wil ik benadrukken dat suïcide een serieus gezondheidsprobleem is. Maar haast mij ook gelijk te zeggen dat zoals de WHO aangeeft, suïcide voorkombaar is door tijdige interventies die niet altijd geld of veel geld hoeven te kosten. De noodzaak voor een nationale, multisectorale benadering zal middels dit congres aangepakt worden. De regering van de Republiek Suriname is zich bewust van het belang van een goede gezondheid van de Surinaamse burger. Het betreft in deze niet alleen de fysieke en sociale gezondheid, maar ook de geestelijke gezondheid. Immers wordt het steeds weer evident dat de geestelijke gezondheid van een individu een cruciaal onderdeel is van het geheel en het algeheel welzijn van individuen, samenlevingen en landen. Natuurlijk wordt het heel persoonlijk als je dus opgeschrikt wordt, en dat werd gisteren, kreeg ik een bericht, dat een jonge man, leerling van mij van 15 jaar geleden, ook zo'n situatie, dus een suïcidegeval, zich heeft voorgedaan. Jongen die altijd heel blij is, alle bruist van energie,
En dan schrik je natuurlijk en dan wordt het weer persoonlijk en pijnlijk om te horen. En dan is het voor jezelf ook zo onverklaarbaar waarom dat zo zal zijn. Vandaar dat de meeste mensen die dan ook ik in de afgelopen 20 jaar betrokken heb gezien, want we hebben met het vrouwstuk al 20 jaar geleden ook gedeeld, ook vaak betrokken zijn geweest in zo'n geval, met zulke gevallen. De regering van de Republiek Suriname heeft zich met de aanname van het Nationaal Mental Health Plan 2015-2020 gecommitteerd aan de geestelijke gezondheid, omdat zij het belang van een adequate en kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg in dus zijn totaliteit erkent. In voornoemd plan wordt in hoofdlijnen aangegeven welke strategieën toegepast zullen worden om de geestelijke gezondheidszorg in Suriname te verbeteren. Het suïcide vraagstuk in Suriname is geen novum, maar hoort dit tot een van de grote zorgpunten van zowel de regering als de totale Surinaamse samenleving. Wereldwijd wordt suïcide beschouwd als een van de top 10 doodsoorzaken waarbij ook Suriname een hoge score heeft op de wereldranglijst van suïcidegevallen en suïcidepogingen. Op basis van de beschikbare data blijkt dat Suriname 26 suïcidegevallen per 100.000 bewoners heeft, zoals we dat eerder gezien hebben. Wereldwijd is dit 16 gevallen per 100.000 inwoners. Dit gegeven benadrukt natuurlijk de noodzaak voor de effectieve aanpak van dit vraagstuk. In Suriname een enorm public health probleem dat vraagt naar een integrale aanpak waarbij diverse actoren betrokken zijn. Vooral omdat suïcide te voorkomen is indien er voldoende preventieve maatregelen gepleegd worden. De regering wenst hierbij haar volledige committering te willen benadrukken voor de preventie van suïcide en wijst erop dat zowel de publieke als private sector hierin betrokken moeten worden. De regering onderkent ook dat door committering, teamwork, maar vooral de financiële middelen, van tijd tot tijd zien we dat ook, gezondheidszorg geeft een financieringsvraagstuk. Maatregelen voor de preventie van suïcide goed uitgevoerd kunnen worden. Voorafgaand aan de internationale dag voor de geestelijke gezondheid op 10 oktober 2019 is het van essentieel belang dat wij ons bezinnen over de geestelijke gezondheid in Suriname. Het ministerie van Volksgezondheid en haar werkarm zullen indachtig voor de ontwikkelingen op dit gebied steeds weer acties moeten ondernemen om kwalitatief hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg te bieden aan iedere burger in Suriname, waarbij alle actoren betrokken moeten worden. De regering is het psychiatrisch centrum Suriname natuurlijk ook erkentelijk voor de organisatie van dit congres in samenwerking met de PAHO om via dit platform een bijdrage te willen leveren aan de volksgezondheid en het beleid van de regering. Eveneens spreekt de regering haar waardering uit voor alle aanwezigen die zijn ingegaan op de uitnodiging. Hiermee wordt het belang van samenwerken en betrokkenheid en samen verantwoordelijkheid dragen voor het suïcidevraagstuk verder benadrukt. De regering zal alles in het werk stellen om de suïcidepreventietaken te laten sturen en coördineren vanuit het ministerie van Volksgezondheid. Wat mij zelf altijd passioneert, is het feit dat wij de nationale planning en het planapparaat uitbreiden naar alle ministeries. U kunt u niet voorstellen wat het betekent als er geen reliable data is. Als we de data niet hebben, als we de uitvoering niet kunnen monitoren en evalueren. Vaak ligt het daar. Iedereen praat over een plan en er zijn er plannen en er zijn plannen. Maar de uitvoering van die plannen, de monitoren ervan en de evaluatie, de cyclus die we kennen, wordt vaak niet effectief genoeg toegepast. Omdat je planningsapparaat gewoon niet goed genoeg functioneert. Nu is het planapparaat het uitbreiden van alle delen van
de overheid, de staat, bedrijven, zodat we de data hebben, betrouwbaar, interpretatie, analyse, het beleid kunnen maken, uitvoeren en monitoren en evalueren. De regering kijkt dus daarom uit naar de uitkomsten van deze werkconferentie, die vervat zullen worden in een concreet en uitvoerbaar werkplan, waarin de rol en betrokkenheid van iedere stakeholder duidelijk is omschreven. De regering zal zich uiteraard committeren. En kijkers, met de woorden van de vicepresident Ashwin Adin tijdens het Suïcidepreventiecongres 2019 is gehouden in de ballroom van Hotel Torarica, zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel had ik een interessant gesprek met twee dames, Lunice Heuvel en Erika van der Markt. Zij hadden het over de CARI-coach cursussen die elke dinsdag gehouden zullen worden. Mocht u deze aflevering hebben gemist, de herhaling is om 8 uur op 12.2. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering en nieuwe onderwerpen van In Gesprek Met. Tot volgende week.